Meer geweld tegen politie. Mensen hebben steeds meer moeite met autoriteit. En tegelijkertijd willen we meer blauw op straat. Hè? Hoe gezagsgetrouw zijn mensen nog eigenlijk? Of hoe ver kun je gaan als blauw op straat? Dag jonge dame, mag ik even wat vragen? Ja. Je bent aan het joggen hier? Ja. Ja? Let erop dat u niet harder dan 15 km per uur loopt. Ja. Mag ik even wat vragen? Weet u dat de poep moet opgeruimd worden? Ja, dat weet ik. Oké. Okay. En dat doet u ook? Ja. Maar heeft u misschien een identiteitsbewijs bij? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Zal ik dat even mogen zien? Ja. En wat voor is dat? Nou, dat is gewoon controles. We zijn aan alle plekken in het park nu controles aan het uitvoeren. Ja. Kijken of mensen... Kijken. Ja, geboortedatum. Ja, dat ziet er goed uit. Ja? Er zit ook geen licht op de fiets, zie ik. Oh, is het niet persoonlijk allemaal? Nou ja, het is gewoon, ik heb het recht om dat te vragen. Het is een sleutelkadernummer. 35. Ai, 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 ai. Ik ben gewoon werk aan het doen, meneer. Wat zit er in dit bakje? Daar zitten koekjes in, omdat ik diabeet ben. Dat zijn inderdaad koekjes. Ontbijt, biscuitjes. Suikervrij. Dus brood in de tas. Oké. Okay. Ja. Weet je officieel geen consumpties... in het park genuttigd mogen worden. Meen je dan echt serieus? Ja, het zijn de regels, mevrouwtje. Dag mevrouw, goedemiddag. Heeft identificatiebewijs bij u, mevrouw, of niet? Waarvoor is dit eigenlijk? Ja, het zijn gewoon maatregelen, mevrouw. We moeten tegenwoordig veiligheid staat hoog in het vaandel. U heeft niet gedronken ook. Te vroeg toch? Wil ze even naar mijn vinger kijken? Maar ik zie het. Heb jij steek- of vuurwapens bij je? Wil je maar heel even op één been gaan staan en met je rechterhand naar je neus wijzen? Kunt u even een vinger naar je neus brengen voor mij? Heel goed. Ik ga naar het museum en word je aangehouden en dan moet je ook preventief gefouilleerd worden. Ja, dat zo is het tegenwoordig, meneer. Nou, ik heb er een beetje bezwaar tegen. U mag me wel fouilleren, maar bedoel, ik heb niets bij me en dan vind ik het een beetje... Mag ik u fouilleren? Waarop wil u me fouilleren? Nou, dat is een routine, dat is zonder aanzien des persoons. En dat er wapens of drugs in het park zijn de laatste tijd veel geweest. Dus daar zijn we een beetje... Zou ik even mogen, ja? Ja, ik weet niet wat je wil. Nou, even uw jas zakken, even wel goed. En heel even uw schoenen. Zou u uw schoenen nog even los willen maken? Zeg, waar gaan we het nou over? Nee, ja, dat is preventief, meneer. Dat is, Ja, wat is nou preventief? Ik zie me toch wel... Zie je me aan voor een drugshandelaar of weet ik wat? Moet ik mijn schoenen uitdoen? Ja, ja, graag, ja. Maar goed. Ja, snap het. Ja, even kijken. Ja, in orde. Zo. Heel fijn. Fijne middag, meneer, hè? Tot ziens. Goedemiddag, meneer. Zou even uw legitimatie mogen zien? Tuurlijk. Mag toch wel je... U ziet er een beetje gelijk uit als ons, dus vandaar dat we eventjes door de controle heen halen. Mag ik dan jullie even mijn identiteit ook even zien? Ja, absoluut, mag dat. Ja, absoluut. Ja. Ja. Twee fietsen zijn van jullie. Zit daar dan ook een soort gravuur in of zo? Wil jullie iets erin stellen? Even checken hoor. Fiets voorzichtig. Fijne middag. Collega's. Dag meneer, goedemiddag. Wat is de bedoeling? Is dit uw eigen fiets? Nou, dat kan toch niet? Wat is dit, zeg? Mag ik uw identiteitsbewijs zien of zo? Heel goed. Ja. Heel goed. Beginnen we natuurlijk niet aan. Zo zie ik het graag. Blijf kritisch, meneer. Ik moet niet alles geloven. Iedereen kan zo'n blauw pakje aantrekken, maar... Fijne middag. Okay.